Ik ben Jamal Hamdawi. Ik ben bestuurder bij Stichting Samensteden. Stichting Samensteden is een fusieorganisatie van viertal stichtingen. Vorig jaar hebben we uiteindelijk daar vorm aan gegeven. Het is een maatschappelijke onderneming die echt voor inwoners van Ede staat. Leefbaarheid, ontplooiingskansen, alles wat daaromheen draait. Het verhaal van Max Spaans, waar zit hij? Ja, daar. Kuiperplein, bekend. Ja, de junkies, de alcoholisten. Twee weken geleden zijn we bij hen op bezoek geweest en we hebben hun de kans aangeboden van, joh, wat doen jullie nou de hele dag? Vertel het aan ons. Een hele bekende jongen, die ken ik, volgens de huismeester van Woonsteden, die, ik weet niet waar die zit, Langhorst Flat. Hij heeft op de tweede etage gewoond, jarenlang. Ik ben wat dat betreft ook soort van opgegroeid met hem. Ik heb hem heen en weer zien gaan en ook echt diepe dalen gezien dat hij dat had gehad. Ik, samen met een aantal vrienden en collega's van de Stichting Samensteden, hebben we dat clubje jongens aangesproken. Waarbij wij eigenlijk hebben gevraagd aan hun van, joh, wat jullie hier doen, het lijkt echt heel erg verkeerd. Maar vertel me, wat is er nou precies aan de hand? En dan krijg je ook echt een levenservaring te horen van die mensen waar ze eigenlijk mee zitten. Daar zit zoveel verdriet in. Maar die verdriet wordt niet begrepen door niemand niet. Zelfs eigen familieleden die junkies, alcoholisten echt afstoten. Stichting Samensteden biedt zulke mensen juist kans. Kans om mee te doen in deze verharde samenleving. En ja, het is echt een verharde samenleving. Ja, nou ja, goed, zelf persoonlijk maak ik het zelf mee. We hebben een aantal thema's waar we op ons concentreren. Dat is onderwijs, preventie, zorg uiteraard en werkgelegenheid. Zorg genoemd, ik heb persoonlijk affiniteit met zorg. Ik heb op de Langhorst Flat een hele zieke buurvrouw gehad. Vanuit mijn afkomst en de cultuur waar ik ben in opgegroeid, is eigenlijk het verzorgen van ouderen heel belangrijk. Het wordt eigenlijk gezien als standaard dat je voor je vader en je moeder zorgt op het moment wanneer ze echt afhankelijk raken. Mijn moeder, die, als hij kookte voor een gezin van vier mensen, die kookte ook altijd voor mijn zieke buurvrouw. Nou ja, mijn vader die gaf aan van, ja, nou ja, volgens mij helpen we haar niet alleen met eten. We moeten ook een andere manier aandacht gaan geven aan onze buurvrouw. Nou ja, mijn vader, dat is best wel een ondernemend type. En die zegt van, ja, weet je, dan gaan we toch gezellig boodschappen met het doen. En dan had je de oude Max is waar nu de Albert Heijn staat. Wij samen met haar op stap. Nou ja, ik heb dat altijd met plezier gedaan. En toen heb ik mijn roeping ook een beetje gevonden in de zorg. Dat was de glimlach op haar gezicht. En die glimlach, daag ik overigens ook echt iedereen, probeer dat eens uit. Probeer die glimlach echt te krijgen bij onze ouderen. En dan heb ik het echt ook ouderen die wellicht echt ontzettend eenzaam voelen. We zien het echt om ons heen. Nou ja, een van de thema's die wij dus ook hebben is onderwijs. En onderwijs is een belangrijk onderdeel daarin. Wij hebben, wat zal het zijn, 40 jongeren die we op dit moment met huiswerkbegeleiding aan het zijn begeleiden. Daarin nemen wij hun eigenlijk ook mee met het verhaal van, kijk om je heen, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Stel jezelf beschikbaar. Het is een jongen van, 16 jaar. Die gaf me aan van, ja, ik vind het af en toe heel erg zielig. Hij is opgegroeid in een asielzoekerscentrum en hij probeert zijn leven hier ook op te bouwen in Nederland. En hij gaf aan van, wat ik nu eigenlijk om me heen zie, vind ik ook best wel moeilijk. Als ik een oma zie met een volle boodschappenkar duwen, en ja, dan heb ik de neiging om haar te helpen. Ik zeg, dat moet je gewoon doen, bied jezelf aan. Hartstikke goed. Die jongen die heeft dat advies opgenomen en die kwam boos naar mij toe. Hij zegt, Jamal, ik heb mezelf aangeboden. En die mevrouw die trekte haar tas weg en die liep heel hard weg. Ik zeg, ja, dan heb je iets verkeerd gedaan. Ik zeg, nou ja, vertel, hoe heb je het eigenlijk aangepakt? Ja, nou ja, het is een jongen die, ja, wat zal het zijn, 4 jaar hier in Nederland woont. En die heeft nog een redelijk buitenlandse accent. En die gaf aan van, mag ik uw tas? Nou ja, dan gaat ze heel snel wegrennen inderdaad. Nou ja,
Dat is dus onderwijs. Dat wij onze jongeren eigenlijk ook mee willen nemen. Het stukje opvoeding wat ze zeg maar in het verleden, nou, door oorlog of wat dan ook, niet hebben meegemaakt. Dat proberen wij hun nu mee te nemen. En overigens, dat proberen wij. Wij proberen alle inwoners in Ede uit te dagen om een steentje bij te dragen. Om deze gemeenschap en deze verharde samenleving leefbaarder te maken. Dank jullie wel. Dank je wel, man.